Welkom, vandaag gaan we weer kijken naar setups van de kijkers en die hebben dat ingestuurd via de Discord. Dus wil je nou jouw setup laten zien en terugkomen in een video, zorg dan dat je je setup instuurt. De Discord link staat boven in de beschrijving, als je hem daar instuurt heb je kans dat hij terugkomt in de video. En laten we maar eens gaan kijken naar de setups van vandaag. We gaan beginnen met de setup van Jack. En Jack heeft deze setup ingestuurd, een hele lekkere setup met een goede muismat, een pc, twee beeldschermen, een microfoon, toetsenbord, muis, twee controllers. Alles is aanwezig voor een goede setup. Dus Jack is heel erg lekker bezig geweest en Jack heeft ook nog een before foto gestuurd, dat was deze. Ik denk dat dit rond Halloween was, aan de wallpapers te zien en de kleuren. En het enige verschil is hier eigenlijk de kleuren, de achtergrond en de muismat. Verder is er niet heel erg veel veranderd, maar ik vind het al wel een stuk cleaner geworden. En een hoop minder kabels, dus dat heb je al beter gedaan. De muismat is ook groter, dus dat is nice. En het witte komt beter terug in de setup. Wit past wel heel erg, ook bij de muren, plantjes en alle details die je in de setup hebt. Dan gaan we even iets beter kijken naar de setup. Als ik je een tip mag geven, ik zou misschien de pc sowieso op het bureau gaan zetten, dan vangt die wat minder stof. Dan kun je je beeldschermen iets meer naar het midden van de setup doen. En dan is dat allemaal wat meer in evenwicht. Is dat allemaal wat symmetrischer. Ik denk dat dat er iets beter uitziet. Dan kun je ook je monitor op een monitorstand doen. En dan denk ik dat het er ook alweer een stuk beter uitziet. Maar goed, voor de PC. Oké, voor de PC gebruikt hij een GTX 1650 en een Ryzen 5 3500X. 16 GB aan RAM en 1 TB aan SSD opslag. Dus dat is een prima beginnende PC. Je zal er vast een hele hoop games mee kunnen spelen. Maar als je echt wat zwaardere games wil gaan spelen, denk ik dat je wel problemen krijgt met deze PC. Maar goed, om te beginnen is het gewoon een prima PC. Let's strip erin, wat RGB en je kunt een hele hoop PC games spelen. Dus dat is nice. In de toekomst ga je die waarschijnlijk upgraden. Maar voor nu is het prima. En dan voor de monitoren heeft hij een linker beeldscherm. Dat is een IAMA 144 Hz monitor. Dus dat is zeker goed. En dan de tweede weet hij niet precies wat de monitor is. Van 60 Hz. Maar voor een tweede scherm maakt dat natuurlijk niet uit. 144 Hz op je main monitor is gewoon heel erg lekker. Dan heeft hij verder nog een JBL box bij zijn setup liggen. Waar hij dan muziek op aansluit. Voor de peripherals heeft hij een SteelSeries keyboard. Hij staat niet bij welke het is. Maar het is een full-size SteelSeries keyboard. En de muis is een Razer Viper Mini. In het zwart. Hele goede muis. Een bedraden muis wel. Maar een prima muis. Voor de microfoon heeft hij een HyperX. Dat is een veel voorkomende microfoon. En is ook zeker een goede microfoon met wat RGB. Dus dat is zeker leuk. Helemaal prima voor te gebruiken tijdens het gamen. Of misschien zelfs wel een videootje hier of daarmee op te nemen. Dan verder heb je nog wat plantjes in de setup. Dat is heel erg leuk. En je hebt nog twee controllers. Een Xbox controller zo te zien. En een PlayStation controller. Dus jij kan ook gewoon nog kiezen tussen de twee controllers. Tussen de twee console controllers. Een man die niet weet wat hij moet kiezen, heeft natuurlijk gewoon een toetsenbord en muis. Een Xbox controller en een PlayStation controller. Dan kun je alle kanten op. Ligt er maar net aan wat je wil die dag. Dus ja, al met al hele goede setup. Ik denk dat die al wel wat geüpgraded is ten opzichte van de eerste foto die je stuurde. En wat zijn nog upgrades die je kunt doen? Is eventueel dus je PC erop zetten. Je beeldschermen naar het midden van het bureau doen. En op een monitorstand zetten. Zodat ze zweven. En dan kun je je kabels iets beter wegwerken. En ook hieronder nog. En dan denk ik dat je setup al heel erg goed gaat. Misschien kun je hier nog iets op de muur hangen. Om het wat minder leeg te maken. En dan heb je een hele lekkere setup. Dus dankjewel Jack voor het insturen. Goeie setup. Oké, en dan komen we aan bij de tweede setup. Dat is deze setup van Feather. Een hele interessante setup die er heel erg leuk uitziet op het eerste oog. Hij heeft zichzelf in een soort van hoekje gedrukt met wat panelen. En dat ziet er wel heel erg vet uit met die LED-strip erbij. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het er verder bij de setup uitziet. Hij heeft gezegd dat hij niet goed weet wat er allemaal in de setup zit. Dus dat gaan we gewoon samen even bekijken. Kijken of we er zelf wat wijsheid uit kunnen halen. Ik denk dat we wel een heel stuk komen. Want ik zie al dat jij voor de peripherals dit toetsenbord hebt. En dat is volgens mij iets van een DK61 of iets in die richting. Dit merk komt namelijk wel bekend voor. Weet het niet zeker, maar volgens mij is dat gewoon iets van een DK61 in die richting. In ieder geval een 60% toetsenbord. Dan heb je nog een kleine RGB muismat. De muis weet ik even niet, maar het is gewoon een bedraden muis met wat RGB. Dat heeft, ik denk dat je die dingen wel al meteen in de toekomst kunt gaan upgraden. Een kleine muismat is niet heel relaxed, denk ik. Dus daar kun je een upgrade aan doen en je muis en toetsenbord mogelijk ook. Dan verder heb je denk ik een 24 inch monitor van LG. De hertz weet ik even niet, maar dat is gewoon prima. Hij staat wel op een stand in plaats van op een monitorarm. Dus dat zou je in de toekomst ook nog kunnen veranderen. Dan is die ook net iets hoger. En dan komt dit stopcontact komt net uit het zicht. Dus ik denk dat dat best wel beter kan zijn als je dat net iets hoger hebt. Hij heeft hier nog een USB microfoon. Altijd handig als je iets moet opnemen of gaat gamen met vrienden. Voor de PC weet hij dus niet wat erin zit. En zo,
Als we hier kunnen zien, denk ik ook dat het een iets wat verouderd model is. Ik weet niet eens of hier überhaupt een grafische kaart in zit. Het lijkt er niet op. Dus ik denk dat je het gewoon doet met de graphics die onboard zijn, als het ware. Maar je hebt in ieder geval een PC en hij ziet er op zich decent uit van de buitenkant. En de binnenkant moet je dan misschien in de toekomst maar gaan upgraden. Verder heeft hij nog een gaming chair die er wel gewoon heel erg comfortabel uitziet. En hij heeft natuurlijk de RGB om de panelen gedaan. Dus ik denk dat jij wel in een hele geluidsdichte isolatie zit hier. En dat is heel erg nice. Hij heeft verder ook nog zo'n geluidsisolatie aan de wand aan de achterkant van zijn kamer gedaan. En dat ziet er ook gewoon heel erg vet uit. Dus dat heb je goed gedaan. En hier heeft hij natuurlijk nog focusdrink voor de echte gamers. Die drinken focusdrink. Ik heb het zelf echt nog nooit op. Dus geen idee of het lekker is. Laat zeker even weten of het een beetje lekker is verder. Ik ben wel benieuwd. Misschien haal ik het ook wel een keer. Dus ja, de setup is decent. Hij kan wel echt geüpgrade worden. Op zich alles kan geüpgrade worden. Want het lijkt misschien een beetje verouderd of wat budget. Maar om te beginnen is dit gewoon een prima setup. Ik denk dat je nog jong bent. En dan is het gewoon heel erg lekker om met zo'n setup te beginnen. Dus verder, thanks voor het insturen. Mocht je nou dingen upgraden, laat het zeker weten. Stuur nog een keer je setup in. En dan ben ik heel benieuwd of er over een tijdje een geüpgrade setup staat. En dan zijn we nu aangekomen bij de allerlaatste setup. En dit is wel echt een banger van een setup. Heel erg clean. Dat kun je meteen al zien. Hele blauwe gloed wel. Iets weinig natuurlijk licht. Maar voor de setup ziet het er wel gewoon echt heel erg ziek uit. Je ziet meteen dat hij een super dikke PC heeft. Twee monitoren die echt perfect aan elkaar gemount zijn als het ware. Wandpanelen, groot bureau die aan de muur is bevestigd. En je ziet heel weinig kabels. Dit heeft hij echt goed gedaan. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal gebruikt. Dus laten we gaan kijken. Beginnende bij de PC. En de PC ziet er echt heel erg cool uit. Er zit een i7 10e generatie CPU in. Dus dat is een prima processor. Gecombineerd met een 3060 gaming grafische kaart. Daar zit dan nog 2 terabyte SSD bij. En 16 gigabyte aan Corsair RAM. DDR4 neem ik aan. Dus dat is gewoon prima. Ziet er goed uit. Dan heeft hij een waterkoeler van Cooler Master met maar 1 fan. Ik weet niet welke AIO dit precies dan is met 1 fan. Maar die zit zo vastgemaakt aan de zijkant. Normaal zit hij natuurlijk hierboven of hier aan de zijkant. Maar dit kan natuurlijk ook. Welke AIO dan precies is, weet ik niet. Maar hij is in ieder geval van Cooler Master. En dit alles zit ook samen op een Asus Prime B560 moederbord. Dus dat is heel erg lekker. En dan heb je nog 9 fans. En die zijn van Andy's AI. En je hebt nog 750 watt voeding om alles kracht te geven. Dus ja, al met al is dit echt een hele coole beeld. Veel zwarte dingen gebruikt. En dat is ook nice. De kabels zijn ook zwart. Dan voor de PC case. Dit is niet de O11 Dynamic die je misschien zou denken. Dit is de Mars Gaming MCV3 Noir Gaming Case. Heb ik nog nooit van gehoord. Nog nooit gezien. Hij lijkt op de O11, maar het is hem dus niet. Hij lijkt me iets moeilijker met de cable management, omdat je hier wel een aantal kabeltjes ziet die je bij de O11 best wel makkelijk kan wegwerken. Maar hier is dat denk ik toch net anders. Maar wel een hele dikke case. Je ziet natuurlijk de fans en dat geeft gewoon een hele goede look op de PC. Dus ja, een hele dikke PC waar je denk ik een hele hoop games mee kunt spelen en misschien zelfs streamen of video's maken. Dus super dik. Dan voor de monitoren heeft hij 2 monitoren van MSI. Dan voor de monitoren heeft hij 1 beeldscherm van MSI, 165 hertz. Dat zal deze zijn. Hele hoge refresh rate, 165 hertz. Dat is super nice om op te gamen. En dan voor het tweede scherm heeft hij eentje van AOC. Die is 75 hertz en die is ook verticaal. Dus daar kun je dan andere dingen op doen, zoals Discord, Spotify, video's kijken. En dan is 75 hertz is prima. Dus daar heb je goed over nagedacht. Je hebt ze ook echt heel goed aan elkaar kunnen verbinden. Ik weet niet hoe je dat zo strak hebt gekregen, maar perfect zit dat eigenlijk. Dan verder heeft hij een 60% toetsenbord van Deltaco. Dat is een merk dat mij even niet bekend voorkomt. Maar het is in ieder geval 60% toetsenbord en een HyperX muis. Nou, dat zijn prima peripherals. Zul je in de toekomst misschien nog wel willen upgraden. En dan ook nog een muismat die je gewoon van Amazon hebt afgeplukt. Dan verder heb je een USB mic. En dat is de Rode NT USB. Nou, dat is een prima mic. Ik neem aan dat je hier misschien wel content mee maakt of iets. Aangezien het een iets betere microfoon is om maar gewoon te gebruiken voor het gamen. En dan heb je verder ook nog een microfoonarm van HyperX. Nou, die zit heel erg goed bevestigd hieraan. Is heel erg clean weggewerkt. En ook de kabel zie je niet. Dus dat heb je heel erg goed gedaan. En dan voor de headset gebruik jij zelf een Logitech headset. Je weet niet precies welke, maar ik denk misschien de G502. Prima headset van Logitech. Ziet er heel erg leuk uit. Zelf gebruik je ook nog een controller. Een Xbox Elite 2. En het bureau zeg je dat zelf gemaakt is. Nou, dat is heel erg tof, want hij zit hier aan de zijkant vast en dan zit hij hier nog aan 1 poot. Dus het is wel heel erg clean om een bureau te hebben met maar 1 poot die dan wel goed is bevestigd. En je hebt de cable management ook echt uitstekend gedaan. Je hebt hier 1 kabel die weggaat in de box. En voor de rest zie je gewoon geen kabels. Dus dat is wel heel erg knap.
Ik weet niet hoe je bij de voeding bent gekomen, zeg maar. Dat waar het stopcontact zit, ik heb geen idee. Het is zo goed weggewerkt dat ik ook niet precies weet waar het vandaan komt. Misschien is het deze kabel, maar die is wit, dus misschien is dat de internet. I don't know. Het is heel erg ziek weggewerkt. Je hebt nog een LED-stripje eronder geplakt. Dus al met al is deze setup wel echt heel erg goed, heel clean. Het heeft wat persoonlijkheid met nog wat plantjes hier, een leuk klokje, wandpanelen. Het ziet er echt heel erg tof uit. Dan heb je ook erbij gezet wat je nog wil upgraden en dat is een muismat, een koptelefoon, muis, derde beeldscherm, een backboard boven de wand. Panels. Een nieuw bed. Oké, die heb ik. De bed heb ik nog niet kunnen bedenken. Maar er moet in ieder geval een nieuw bed komen. Dus ja, dat wil je allemaal upgraden. Dus je hebt nog een lekker lange weg te gaan. En een heleboel upgrades die jij wilt doen. Altijd leuk om te zien. En je zegt dan ook nog: wat is dan een aanrader voor de monitor layout? Dus als jij drie beeldschermen neemt. En je vraagt je af of je hem dan boven je main monitor moet doen. Ik denk persoonlijk dat jij, als jij drie monitoren hebt, dat je die twee het beste op elkaar kunt doen en dan eentje verticaal. Ik gebruik dat zelf ook. En dan tussen mijn twee horizontale monitoren en de verticale heb ik de camera. Dus dat is voor content is dat een hele goede setup. Maar goed, als jij zeg maar geen content maakt, kun je hem gewoon zo houden en de nieuwe hier bovenop horizontaal doen. Ik denk dat dat de beste monitor layout is. Mochten mensen die de video kijken iets anders denken, laat het dan weten in de comments. Hij vraagt zich echt af wat hij met die derde monitor moet. Maar goed, al met al, hele goede setup. Thanks voor het insturen. Maar goed, al met al, hele dikke setup van Seppe. Thanks voor het insturen. Wordt heel erg gewaardeerd. En dan waren dat de drie setups van de video. En dan ben ik zelf heel benieuwd wat jullie ervan vonden van de setups. Laat zeker tips en tops achter voor de mensen die hun setups insturen. En wil jij nou nog je setup insturen? Doe dat dan via de Discord. Link staat in de beschrijving. Ga naar de Discord en daar kun je hem dan vervolgens uploaden. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Gooi een like als je dit soort video's leuk vindt. En vergeet me niet te volgen. We hebben bijna de 5000 abonnees. Super ziek. Misschien hebben we het al wel op het moment dat ik dit zeg. Zou heel erg tof zijn. Mocht je me mee willen helpen, abonneer dan zeker. En dan zien jullie mij terug bij de volgende video. Tot later.